is Flevoland Zomertour. Want Rob Brouwer is inderdaad op zomertour. Vanmorgen lekker even een bootje gevaren. En nu heeft hij trek gekregen. Denkt, weet je wat, ik ga lekker een hamburgertje maken. Klopt. Oorspronkelijk was de bedoeling dat ik een cocktail zou gaan maken. Maar daar hou ik te veel van. En dan ga ik wat drinken. En ik moet ook nog terugrijden natuurlijk naar de studio. En ik heb nog verdere werkzaamheden vanmiddag. Dus dat leek me niet handig. Ja, ik sta hier bij Jatta. En Jatta is een culinair specialist hier op de camping. Of eigenlijk bij de Beach Club moeten we zeggen. Waar staan we hier precies? Ja, welkom. We staan hier bij Beach Club de Eemhof. Mooi wit beachhouse aan het water. In Zeewolde, ja. En niet alleen een wit huis, je kunt er ook een terrasje heb je van alles. Ja, we hebben een heel groot terras met ongeveer 230 zitplaatsen. Binnen kunnen we ook nog een mannetje of 55 kwijt. En is het hier altijd vol? Ja, in de zomer is het hier echt bomvol. Ja. Ja. En het is zomer, toch? Het is nu zomer, ja. Het is voor ons echt hoogseizoen nu. Dus het is hard werken, maar wel leuk. Je ziet er nog niet bezweet uit, moet ik zeggen. Nee. Nu nog niet, maar als je mij later op de dag interviewt, dan ben ik goed bezweet. We staan hier dus bij het beachhouse. Ik was net bij het water, dat is dan links van mij. En achter me ook een heleboel water. Wat zien we achter ons? Achter ons zie je... Even kijken, het strandhok van ons. Daar verhuren we zeg maar subs, kano's, strandbedden. Subs? Ja, subs is stand-up paddleboards. Mm-hmm. Dat is vergelijkbaar met een surfplank. Waar je op kan staan. Mm-hmm. En waar je mee kan roeien, zeg maar. Dan kan je het water in. Oh, interessant. Ja, is leuk. En het strandje hierachter, dus je kunt er ook gewoon het water inlopen. Maar goed, we staan hier bij... Ja, dit heb je speciaal voor mij neergezet of we staan hier altijd te koken? Nee, we staan ook wel eens buiten te koken. Kijk, we doen hier ook heel veel bedrijfsevenementen, barbecues. En dan staan we inderdaad buiten. En dan staan we er inderdaad zo bij. Misschien iets groter. Ja. Want je hebt hier een soort tafel? Ja, ik heb hier een tafel met allemaal... ik heb daar een Black Bastard staan. Hoe wat? Een Black Bastard, dat is een barbecue. Oh. Op houtskool, zeg maar. Die steken we dan aan. Hij is al lekker aan het roken. Dat zorgt ervoor dat zeg maar, ons vlees die authentieke rooksmaak krijgt. En dat proef je zeg maar terug. Ik ben op veel campings geweest hier in Flevoland de afgelopen weken. En vaak is het dan zo, je kunt wel wat krijgen, maar er is een patatje met en een hamburgertje. Waarschijnlijk uit de vriezer. Maar dit is een soort culinair iets? Nou ja, wij werken hier zo min mogelijk met producten uit de vriezer. Kijk, onze kaart, wij hebben geen hele grote kaart. Maar alles wat wij hebben, dat is gewoon vers en het is goed. Een hamburger is zeg maar wel ons paradepaardje, omdat dat... Hij ligt er al op, hè? Ja, hij ligt er al op. Zullen we er even naartoe lopen? We lopen nu even naar de barbecue. En je gaat nu eventjes het deksel open doen. Het is heel zwaar trouwens. Ja, het is een heel zwaar deksel. Het rookt lekker. Hij rookt, je ruikt het al, hè? Ja. Ik heb hier 3 hamburgers op liggen. Nou, ze zijn al mooi goed gaar. Wat is eigenlijk jouw achtergrond, Jatta? Hoe ben je gekomen? Hier bij de Beach Club, ik heb hier vroeger personeel mogen leveren. En uiteindelijk ben ik nu zeg maar in dienst van de Beach Club. Je had een eigen bedrijf? Ja, ik had een eigen uitzendbureau. Ja, en een eigen hamburgerbar heb ik ook nog gehad. Dus ik heb dat ook hier naartoe meegenomen. Vandaar de hamburgers? Ja. En waar heb je de liefde voor de hamburgers geleerd? Ja, in Amerika. Waar anders, hè? In Amerika kan je... ik heb daar een tijdje gewoond en toen heb ik... raakte ik eigenlijk een beetje geobsedeerd door. Dus, geobsedeerd? Nou ja, niet geobsedeerd, maar gewoon, ik ben gewoon op zoek gegaan naar de beste hamburgers in iedere stad. En op een gegeven moment heb ik dat geprobeerd om dat hier ook voor elkaar te krijgen. Wat is nou het geheim dan van een lekkere hamburger? Nou, het vlees is het allerbelangrijkste. Ik kan deze bijvoorbeeld even opensnijden. Ja. En wat zien we dan? Dan moet je eventjes, naar de camera. Dan lopen we eventjes naar de camera toe. En voor de radioluisteraars moet je even omschrijven wat we dan zien. Nou, je ziet de hele duidelijke structuur. Onze hamburgers worden... dichterbij. Onze hamburgers worden niet machinaal bereid, maar met de hand gemaakt. De verhouding van het vet en het vlees, dat is gewoon goed, waardoor die altijd sappig blijft. Mm. Het wordt gemaakt van scharrelrunderen. Scharrelrunderen. We lopen weer even terug naar de barbecue. Scharrelrunderen uit Zeewolde? Uit de Veluwe.
Achter, ja, Harskamp komen ze vandaan. En ja, je proeft dat gewoon terug in het vlees, zeg maar. Omdat het is altijd, het is gewoon mals vlees. En nu maak je dit speciaal voor mij eventjes klaar. Ja, dit maak ik voor jullie even klaar. Ja, ja. Lekker. Ja, dit vlees zou je bijvoorbeeld ook gewoon rauw kunnen eten. Het is gewoon eigenlijk gewoon tartaar. Ja, ja. Daar komt het eigenlijk op neer. En dan daar kan je ook gewoon een goede hamburger van maken. En dat, en je hebt ook kaas, zie ik. Ja. Echt een kookprogramma vandaag. Wij maken speciale cheddar saus. We leggen er geen plakken op. Maar we hebben saus ontwikkeld. Net zoals de saus die onderop het broodje gaat. De barbecue saus. En ik zal het zo laten zien hoe we dat er overheen doen. Oké, maar zo te zien, we kijken eventjes naar je buik natuurlijk. Ja. Het valt wel mee. Ja, nu nog wel. Misschien over een... meestal eind van het seizoen is die wat dikker. En dan ga je weer vasten. Dan gaan we weer vasten, ja. Wat doe je eigenlijk in de winter dan? In de winter eigenlijk niet veel. Het is eigenlijk gewoon 6-7 maanden heel hard werken. En dan 3 maanden een beetje rust. En dan begint, moet je eigenlijk alweer voorbereiden op het volgende seizoen. Ja. Nou, we lopen van de barbecue naar de keukentafel weer toe. En dan gaat Jatta zo meteen, tijdens de muziek gaat hij de hamburger voor mij klaarmaken. En zo meteen ben ik weer terug. En dan krijgen we natuurlijk het proefmoment. En ik ben benieuwd hoe dat is, maar ik ga ervan uit dat het allemaal goed komt. Ja, ik heb net ook goed geluisterd, Rob, natuurlijk. Maar Jatta zei toch echt, ik ga er eentje voor jullie bereiden. Dus we verwachten wel wat. Het water loopt me al uit de mond. Nu al. Zie wat Rob... Onze gewaardeerde collega, en we geven hem extra complimenten. Hij doet het namelijk heel goed, in de hoop dat hij ook een stukje van ons meeneemt. Rob Brouwer, hoe is die geworden? Heb je al geproefd? Ik heb natuurlijk nog niet geproefd, want daar wacht ik op totdat jullie weer bij mij terugkomen. En dat is nu het geval. Het is toch wel bijzonder om hier zo in de haven te staan, bij het strandje. En dan een hamburger, een echte hamburger van de barbecue. En Jatta die snijdt hem nu door midden, want anders krijgen we natuurlijk ongelukjes. Het is trouwens ook het wespenseizoen, dus we moeten even iets sneller zijn. Jatta, wat heb je nou allemaal op het broodje gedaan hier? Ik heb erop gedaan barbecue saus, een geheim recept. Sla, tomaat, augurk, ui, wat cheddarkaas en wat bacon. Dat is het? Ja, dat is het. Dat is jouw recept? Ja. Mag ik proeven? Ja, zeker. Ik leg hem even op het bord. Loopt deze nou hard, deze hamburger? Ja, ze lopen... hamburgers kopen wij hier verreweg het meest. Ja. Ja. En wat is nog meer populair? Zullen we eventjes naar de camera toe lopen? Want dan kunnen we het eventjes ook laten zien voor de kijkers en voor de mensen thuis. Het is wel een heel bijzonder broodje, want het is een zwart broodje, hè? Ja, klopt. Het is een brioche broodje, gemaakt van roomboter. En er zit wat, zit wat doorheen om het een zwart kleurtje te geven. Het ziet er heel appetijtelijk uit. En nu moet ik natuurlijk gaan proeven. Ja. Ik geef jou even de microfoon. Ja, die mag je dan bij mij houden. Ja. Dan moet ik eventjes... Upsakee, dan pak ik even de helft van het broodje. En dan ga ik nu live proeven. Wat proef ik? Ik proef natuurlijk de rooksmaak. Ik proef het zoutige van het spekje. Ik proef de cheddarkaas. En met de lekkere sla die erbij zit en de andere dingetjes, de uitjes. Dat maakt het alles eigenlijk compleet. Ja. Is dit, kom even erbij. Ja. Is dit zoals het moet zijn? Ja, volgens mij wel. Je vindt hem lekker? Of? Ik vind hem hartstikke lekker. Ja, ik vind hem hartstikke lekker. Nou, mooi. Ja, zo moet hij zijn. Ja. Ik wens je nog een hele goede zomer hier. Ja, dankjewel. Jij gaat nu weer aan het werk, hè? Ik ga weer aan het werk. Dankjewel. Dat was Jatta. En morgen ben ik er weer, hier, vanaf de haven. En dan ga ik weer andere leuke dingen doen. Dus tot morgen. Dankjewel, Rob Brouwer. Mijn moeder heeft altijd geleerd om niet met volle mond te mogen praten. Maar Rob, die denkt van, weet je wat, ik ben aan het werk. Ik heb een hamburger in mijn mond. Kijk hem eens eten. Ja. Kijk dan. Hij eet hem helemaal op, hoor. Het is niet zo van dat hij één stukje neemt voor het proeven. Gewoon, ik ben er nou toch. Weet je waar ik vooral benieuwd naar ben? Hoe dat broodje smaakt. Ja, dat groene broodje. Ja. Proef je dat ergens in terug, Rob? Ik zal even nu specifiek het broodje gaan proeven. Ja. Ja. Gooi de hamburger eraf. Een hap van het groene broodje. Kijkt even bedenkelijk omhoog. Ja. Terwijl Jat alles al opruimt. Het smaakt als gewoon een broodje. Oh. Dus, maar het ziet er gewoon anders uit. Ik denk dat het meer voor de sier is. Ja, je weet dat een hamburger moet je gewoon met twee handen eten. Eigenlijk wel, ja. Je mond ver open en het hele broodje er dan in. Ja.
zoiets? Dat gaat ook echt makkelijk nu, hè, jongens. Nou, echt de microfoon manier. Laat even zien hoe je dat dan officieel doet, hoe je een hamburger moet eten. Ja. Nou, Rob legt de microfoon neer. Met twee handen vast. Waarom zeg je nou niks terug, Rob? Spreid zijn mond. Ja? Nooit geweten dat er zoveel in kan. Ik weet dat er een hoop uit kan, maar nooit geweten dat er zoveel in kan. Rob Brouwer was dat.